Van een privédetective die vaak in misdaadorganisaties moet infiltreren, zou je verwachten dat hij graag anoniem wil blijven. Maar Nederlands beroemdste privédetective Ben Zuidema schuwt de publiciteit bepaald niet. In 1977 loste hij de grootste kunstroof op in de geschiedenis. En dat betrof de diefstal van een aantal Picasso's. Daarna kreeg hij aan de lopende band opdrachten, meestal van verzekeringsmaatschappijen. Vorige week verscheen er een boekje over Ben Zuidema. En met Tros Actua had hij een gesprek over de gevaren van zijn beroep en de onmacht van de Nederlandse politie om de grote criminaliteit aan te pakken. Een opmerkelijke man met een opmerkelijke werkwijze. Die heeft Amsterdam meteen gebeld voor die video's. Ja. En van die teppen gedaan, uit Eindhoven. Zeg, ik kom zo naar Maastricht, ik ga een tour. Wie is er door? Jo, dag. Was dat een informant? Dat was een informant. En daar moet u van leven? Daar leef ik van, ja. Ik leef van mijn informanten. En leven die informanten ook een beetje van u? Ja. We proberen aan de kost te komen, hè. Samen delen? Samen delen. Afspraken maken en afspraken nakomen. En als je dat niet doet? Als je ze niet nakomt, dan leveren die mensen ook geen informatie meer. En zo verspelen die informanten. Ben Zuidema heeft als burgerinfiltrant heel wat vuile zaakjes tot een oplossing gebracht. De meeste bekendheid verwierf hij in 1977 door zijn rol van kunstkoper voor een gestolen partij schilderijen van Picasso. Hij heeft nogal wat moeite met het functioneren van undercover-agenten, zoals justitie zich dat voor. Met uw werk zit u natuurlijk een klein beetje op de rand van wat legaal en illegaal is, hè? Nou, die grens moet je dus altijd zelf trekken. Je loopt dus altijd net op die grens waarvan iedereen hoopt en denkt dat je er overheen gaat, zowel van links als van rechts. Het milieu ziet je het liefst in de gevangenis. En de politie gunt je je successen niet. Succes kweekt afgunst. Maar wordt met argusogen bekeken, ook al omdat hij zonder schroom in de publiciteit is getreden. Vroeger was de anonimiteit mijn sterkste wapen. Nu dat ik in de publiciteit gekomen ben, 4 of 5 jaar geleden, ben ik dus meer afhankelijk van mijn medewerkers en van mijn informanten. Heeft u wel eens angst? Ik heb altijd angst. 24 uur per dag? 24 uur per dag. Met angst leer je leven. Want het is natuurlijk best gevaarlijk wat u doet. Het is best gevaarlijk. Ik kan u wel een voorbeeld noemen. Kijk, een paar maanden geleden kregen we bijvoorbeeld een opdracht van een verzekeringsmaatschappij om naar Italië te gaan, een grote vleesfraude. Dan vlieg je weg uit Amsterdam, je landt 's nachts in Milaan. Dan stap je in een kadet richting Modena met deze wetenschap. Dat bijvoorbeeld een vleesboer in Holland zegt, ik betaal 2,50 gulden per varken aan de Camorra. Camorra, dat is de maffia? Nou, het is een misdaadorganisatie achter Napels. Ja. Ik betaal 2,50 gulden per varken om over de weg te mogen rijden. Dan zegt een andere vleesboer, ik betaal 60.000 gulden aan een kromme douanier. En met deze wetenschap rij je 's nachts van Milaan naar Modena. En de vleesboer zegt, jongen, als je dat niet betaalt, blazen ze je uit de auto. En dan vraagt u mij, is dat gevaarlijk, dat werk? In Duitsland noemen ze u de meesterdetectief. U werkt veel in Duitsland? Ik werk veel in Duitsland. Is het makkelijker werken in Duitsland? Ja, dan werkt men makkelijker. Heeft de justitie daar wat ruimere normen? Meer mogelijkheden, andere normen en er is ook meer geld. Ja. Wordt ook beter betaald. Hier in Holland mag niks. De boeven mogen hier alles. Justitie mag niks. Ja, de mensen zijn aan handen en voeten gebonden en dat moet veranderen. Dat is een ongelijke strijd. Het is een ongelijke strijd. Het is toch belachelijk als je hier in Holland over de weg rijdt. Dan zie je die jongens langs de weg kratsen met een Fiatje 127 tegen jongens die een 450 SLC rijden of een BMW 745i. Ja. Dat is toch een belachelijke zaak. Heeft de justitie de strijd al een beetje opgegeven? Hebben ze verloren? Nou, ik denk dat u vraagt naar de bekende weg. Die strijd hebben ze al lang opgegeven. Strijd tegen de georganiseerde... Tegen de grote? Ja, tegen de grote. Ze nemen genoegen met de kleintjes. In de Torenaar is er nog eentje die wou aan de grote. Hij heeft concessies gedaan aan de kleintjes om de grote te vangen. En daar hebben zijn collega's hem op gevangen. U kent toch het hele verhaal? Meneer Torenaar is een grote.
Zou u mensen willen aanraden om privédetectives te worden? Nee, nooit. Nooit. Niet? Nou, de prijs die je betalen moet is veel te hoog. Ik heb bijvoorbeeld mensen, goede mensen zien sneuvelen, burgerinformanten, politiemensen zien sneuvelen. Of ze liggen onder de grond of ze zitten in de baies. Ik zou nooit iemand aanraden dit werk te gaan doen. In het West-Duitse Oberwesel bij Koblenz werden in 1975 uit de katholieke kerk 56 13e-eeuwse gotische beelden van onschatbare waarde gestolen. Na weken speurwerk deed Ben Zuidema zich voor als antiekhandelaar en hij wist het grootste deel van de beelden terug te vinden. 'S Morgens zijn de mensen de kerk opkomen maken en je ziet het, hè? Niks meer. Ja. Alles is gejat. Heeft u enig idee waar de ontbrekende beeldjes nog zijn? Vermoedelijk in Nederland. Ik doe een dringend beroep op alle mensen die er iets van weten. Want er staat ook nog een beloning op, hè? 100.000 gulden kunnen ze verdienen. Dat ook nog. Bij het werk van de privédetective gaat het soms om onvoorstelbare hoeveelheden geld. Vaak uitgeloofd door verzekeringsmaatschappijen. Het motto van Ben Zuidema is afspraken maken met zijn informanten, die afspraken nakomen en dan de beloningen delen. Een heel andere werkwijze dan bijvoorbeeld Sherlock Holmes of James Bond. Nee hoor, ik ben geen Sherlock Holmes, nog James Bond, maar gewoon een privédetective. Een jongen uit Limburg. Een solist? Een solist, ja. Maar justitie zegt dat er voor solisten geen plaats meer is. Je moet allemaal samenwerken, het collectief. Ja, ja. Nou, ik vind wel dat er nog plaats is voor solisten. Beter een solist die goed zingt, als een heel orkest wat slecht speelt. Zegt u daarmee dat justitie-politieapparaat niet goed speelt? Nou, ze doen allemaal hun best. Het zijn allemaal beste jongens en ze doen allemaal hun best. Alleen met deze wetgeving en met dit beleid kunnen ze niet uit de voeten en dat weet iedereen. Wat bedoelt u met deze wetgeving? Nou, het is gewoon een verouderde wetgeving. Deze wetgeving die geeft georganiseerde misdaad gewoon de kans en de mogelijkheden om misdrijven te plegen. En de politie kan er gewoon niet tegenop. Maar die georganiseerde misdaad beschikt over veel meer geld. Beschikt over veel meer geld, veel meer middelen die justitie niet heeft. Ja, wat betreft dat ontbrekende geld, daar zullen politie en justitie het ongetwijfeld wel mee eens zijn. Dit was het weer voor vanavond. Graag tot ziens. Lekkerkerk, 6 jaar geleden. 251 gezinnen moesten hun woningen uit omdat er chemisch afval onder hun huizen werd aangetroffen. Voorpagina nieuws was het. Maar de totale hoeveelheid gif die daar werd gedumpt bedroeg maar een fractie van wat wij ieder jaar zelf weggooien. Verfresten, batterijen, oude medicijnen en fotochemicaliën, noem maar op. Van de totale kwik- en cadmiumuitstoot in ons land is maar liefst 25-30% afkomstig uit batterijen. En dan nog de 1500 ton afgewerkte olie die jaarlijks via het putje op het riool wordt geloosd. Dat is voldoende om het hele Markermeer ongeschikt te maken als drinkwater. Bel daarom eerst eens met de gemeentereiniging voor u deze rommel zomaar in de vuilnisbak gooit. 10-1 dat er in uw gemeente ook een depot is waar u dit afval kwijt kunt. Bel 020 804 804 of 035 715715. En geef u op als abonnee van Troskompas, het meest veelzijdige radio- en tv-blad. En betaal tot 1 juli 1 tientje. Ze hebben allemaal wat, Troskompas heeft meer. Radio. De
beste dag op Radio 3 is de Tros Donderdag. Ferry Maat, Tom Mulder, Wim van Putten, Erik de Zwart en Ad Roland brengen de gouden formule van een popzender. En ben je dol op soul en gek van disco? Dan is er ook elke week tussen 7 en 9 s'avonds Ferry Maat's Soul Show. Een popzender zoals het hoort. Voor iedereen. Van de Nederlandstalige top 10 via jazz en country tot de beste soul en disco. Want Ferry Maat zegt niet voor niets. Luister voor je plezier. Dus Tros. Allereerst onze excuses dat we wat uitgelopen zijn, maar u heeft het gezien. Er was heel wat te vertellen. We sluiten deze Trosavond af met de bijna 2 uur durende Nederlandse speelfilm Spetters. Een film over jonge mensen die dromen van een mooier en grootser leven. En om uit de dagelijkse sleur te komen gaan ze regelmatig naar motocrosses. Deze film werd destijds goedgekeurd voor kijkers van 16 jaar en ouder.